Griffinmas, het is heerlijk je eindelijk te schrijven. Mag ik een van je prentbriefkaarten met de vis? Ik geloof dat je gelijk had. Het wijnglas heeft meer effect dan het kopje. Sabine Strohan. Sabine, bedankt voor je exotische kaart. Vergeef me als het me ontschoten is, maar hoor ik je te kennen? Ik begrijp niet hoe je iets kunt afweten van mijn eerste schets voor deze kaart, die van het gebroken kopje. Ik kan me niet herinneren dat ik die aan iemand heb laten zien. Kun je me opheldering verschaffen? Met vriendelijke groet, Griffinmas. Griffinmas? Nee, Griffin, je kent me niet. Niet op de manier zoals jij bedoelt, maar ik volg je werk al jaren. Nu ik er eindelijk achter ben wie en waar je bent, voel ik me genoodzaakt me kenbaar te maken. Door het fenomeen dat ons verbindt, ben ik veel over je te weten gekomen, maar ik weet niets van je verleden. Wil je me iets over je leven vertellen? Het is geweldig je verbeeldingen in concrete vorm te hebben. De kangaroo met de hoed vind ik echt leuk, maar ik vraag me af of het goed was dat je de lucht donkerder hebt gemaakt. Sabine. Mevrouw Strohan, wat gebeurt hier? Hoe kunt u in hemelsnaam weten dat ik de lucht achter de kangaroo donkerder heb gemaakt? Het was maar een half uurtje licht kobaltblauw. En wat bedoelt u met fenomeen en concrete? Oké, als u erop uit was me nieuwsgierig te maken, bent u daarin geslaagd. Maar u kunt toch nauwelijks verwachten dat ik aan een vreemde mijn levensverhaal ga onthullen. Waarom doet u zo verdomd geheimzinnig? Griffinmas. PS, uw prentbriefkaarten zijn met de hand gemaakt. Heeft u ze zelf gemaakt? Griffin, je hebt gelijk. Ik doe geheimzinnig, maar om een goede reden, dat verzeker ik je. Wat ik te zeggen heb is verontrustend en ik wil je niet van streek maken. Ik zie wat jij ziet. Wanneer jij tekent en schildert, zie ik wat je aan het doen bent, terwijl je bezig bent. Ik ken jouw werk bijna net zo goed als ik het mijne ken. Natuurlijk verwacht ik niet dat je dit zonder enig bewijs gelooft. Toen je vorige week met krijt aan een hoofd werkte, stopte je daarmee en maakte onderaan, in een hoek van het papier, een snelle schets van een vogel. Daarna gomde die weg en overdekte elk spoor ervan met een dikke laag zwart. Laat het je niet verontrusten. Ik wens je alle goeds, Sabine. En ja, de afbeeldingen op de kaarten zijn van mij.